Nou, ik ga beginnen. Welkom allemaal. Vanavond ga ik jullie een stukje nieuwe release van Carlijn Design laten zien. Ligt volgens mij sinds afgelopen week in de winkel. Ik laat jullie wat verschillende mallen en stempels zien en ik heb ook al wat voorbeeldjes gemaakt. Ik zal eventjes dit aan de kant leggen. Dit is snijmal Liefde is. Nou, dan heb je dus de achtergrond. En je hebt een schaduwmal. En je hebt dan de tekst. En dan kun je nog ballonnetjes maken. Twee verschillende. Er zit dan ook zo'n touwtje bij voor aan de ballon. En er zitten nog hartjes bij. Superleuk. Het zijn wel allemaal best kleine onderdeeltjes. Dus ik heb ze even op een magneetvelletje gedaan, zodat ik ze niet kwijtraak. En ik heb er ook al een voorbeeldje meegemaakt voor jullie. Oh, en als er iets niet duidelijk is of zo, dan hoor ik het wel. Hè? Dan ik lees mee met jullie. En er zit ook een stempelset bij. Die heb ik niet. Maar ik heb wel heel veel andere sets van Carlijn. En die heeft natuurlijk allemaal van die losse woordjes in elke set. Dus je kunt ook zelf iets verzinnen. Zo. En nou had ik al een voorbeeldje gemaakt. Liefde is samen aan de thuisstudie. Dat is wel toepasselijk nu de scholen weer dicht zijn. Kijk, en die samen aan de thuisstudie, die komen uit... twee of drie verschillende sets, die woordjes. Dus als je een beetje creatief bent, dan kun je ook zelf leuke dingetjes nog verzinnen. Nou, ik heb een stencil ook gebruikt. Dit achtergrondje is gedaan met een nieuw stencil van Carlijn. Die kan ik ook alvast laten zien. Dat is deze. Ik zal hem even goed leggen. Deze heb ik gebruikt. Dus je hebt vier verschillende patroontjes. In één stencil. En ik heb deze achtergrond heb ik gewoon wit gelaten. De schaduw heb ik geblend met distress oxide. En dan nog een paar. Hoe noemen die dingen? Pailletjes erbij. Even kijken, ja, die magneetvellen die zijn gewoon nog te koop volgens mij bij Doe Ding. Dus als je samen een beetje, dan kun je ook uit andere stempelsets kun je nog leuke teksten maken. Dus die heb ik voor jullie om te laten zien. Dan hebben we een setje met avocado en peer heet die volgens mij. Ja, dat is een stempelset. Allemaal leuke teksten. Nou, je kunt ook babykaartjes maken, een klein wondertje opkomst. Wat kun je nog meer doen? Even kijken hoor. Zwanger, in verwachting. Deze kun je dus gebruiken als avocado en als peer. Dan heb je heel veel stempeltjes voor het gezichtje. Pootjes, armpjes of beentjes, armpjes. De pit van de avocado. Volgens mij kun je hier ook een spruitje van maken. Want ik heb hier ook iets, ik denk, dat je dan kunt maken. Kleine spruitopkomst of... zoiets, dus daar kun je ook allemaal weer mee puzzelen met die tekstjes. En die stempeltjes die hebben dan bijpassende snijmallen. Die heb ik hier. Dat is dit setje. En je hebt ook nog een grote set. Dit zijn de snijmallen groot. En die kun je dan ook weer gebruiken om peertjes en avocado's te maken. Nou, dan heb ik een kaart gemaakt al met twee
avocado's. En dan heb ik de tekst gebruikt: holy guacamole, jij hebt pit. Nou, de achtergrond. Deze heb ik ook weer gemaakt met een stencil. Met deze. Ja, dat is eigenlijk, omdat het maar een klein oppervlak is, ben ik gewoon in het midden begonnen. En heb ik het stencil iedere keer een beetje verschoven. En zo heb ik toch de hele achtergrond kunnen doen. Dan is er een hele mooie snijmal met een basismal rechthoek en met hartjes. En dit is de snijmallen A6 achtergrondhartjes. Daar heb ik ook een voorbeeldje meegemaakt voor jullie. Nou, ik heb deze gewoon uitgestanst en de stukjes die eruit komen heb ik bewaard. En bewerkt met distress inkt en weer teruggelegd in de mal. En dan krijg je zo dit resultaat. En dan een hele simpele tekst. En nog een paar pailletjes erbij. Ik moet even kijken of ik al iets... Ja, Barbapapa, dat klopt Anja. Ja, daar zat ik, heb ik ook al aan gedacht. Om er Barbapapa's van te maken. Het is wel een beetje het model zo, hè? Van de Barbapapa. Dus dit is het achtergrondhartjes. Dan heb je ook gelijk weer een mooie achtergrondmal. Of een basismal. En dan is er ook een nieuwe slimlijn. En ja, je kunt er een chocoladereep van maken. Dus je hebt de grootste, dat is deze. En dan kun je deze gebruiken als wikkel. Dus als je die bijvoorbeeld in het zilver zou doen. En je doet dan... deze erbovenop. En dan heb je hier heb je dus de alle blokjes. De lettertjes die heb ik allemaal los gehaald. En als je deze uitsnijdt, dan snij je dus alleen het raster uit. Dus hier zit geen, aan de buitenkant zit geen snijmal. Dus ik zal zo laten zien. Ik heb twee voorbeeldjes. Ik heb eerst deze uitgesneden, uitgestanst, de kleinste. En daar heb ik deze bovenop gelegd. En dan krijg je dus dit. En dan heb ik hem ook, ik heb hem geblend met distress inkt. En dan heb ik allebei, dus dan heb ik hem hier uitgesneden en dan heb ik de vakjes van deze heb ik hier teruggelegd. Dus dan krijg je positief negatief en dan kun je, ze allebei nog gebruiken. Nou, hier heb ik dus de letters gebruikt. Hiep, 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 hiep. En aan de binnenkant heb ik hoera gedaan. En hier heb ik alleen aan de buitenkant hiep, 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 hoera. Dus dat is met de... nieuwste slimlijn. En je kunt ook nog, ik heb hier gewoon de letters erbovenop gelegd, maar ik zal het eventjes laten zien. Ik heb nog een paar van die, dacht ik, oh ja, hier. Kijk, dit is dus zo'n vierkantje wat eruit komt. Kijk, en je kunt dus ook hem zo uitstansen. Kijk, als je die dan precies netjes in het midden legt. En je haalt hem door je stansmachine. Kijk, dan stans je dus alleen de letter uit.
Ja, dan is de A misschien niet zo'n heel handig voorbeeld, want dan zit je natuurlijk met... Wacht even hoor. Dat is een beetje moeilijk te doen. Zo, die heeft van de kant. Kijk, als je hem dan dus zo op... Ik zal het even op zwart doen. Als je het kleine stukje dan teruglegt, dan heb je zo dus ook de letter. Dus dan kun je hem zo gebruiken. En je hebt dan de losse letter uitgestanst. Nou ja, jullie snappen wel wat ik bedoel. Dus dat is de nieuwste slimline. Even kijken of ik iets gemist heb. Volgens mij niet. En dan wil ik nu een kaartje gaan maken met de avocado peerset. En dan iets met een peertje gaan doen. Ik doe deze even terug. Deze even aan de kant. Dan heb ik al wat dingetjes uitgestanst. Het zijn wel allemaal hele inimini onderdeeltjes. Dus je zou er ook dubbelzijdige tape achter kunnen doen. Dan kun je het meteen opplakken. Dat heb ik eigenlijk niet gedaan, dus ik moet daar qua lijmen. Kijk, ik heb ook een brilletje. Superleuk. Dus die ga ik daar gebruiken. Dan ga ik eerst eens even kijken of ik een beetje een peer kan nabootsen met de stress inkt. Dan heb ik peeled paint en mustard seed. En dan ga ik eens even kijken of dat een beetje een peer wil worden. Zo, gewoon een beetje door elkaar. Ja, je hebt het goed geraaien, Anja, want dat heb ik al voorbereid inderdaad. Ik wilde gefeliciteerd toffe peer wilde ik gaan maken. Ik zie de magneet verder volgens mij al voorbij komen of niet? Oh nee, ik kan lijn niet zijn. Of wel? Zijn er wel de magneet verder? Kijk, dan wil ik het achtergrondje dus met het stencil gaan doen. En dan de streepjes. Dus ik leg hem een beetje ongeveer in het midden. Dat hij aan alle kanten ongeveer even ver... Wacht, dan ga ik trouwens even anders doen. Eerst even een velletje sticky grit erachter.
als ik hem ook, ja. Zo. Dan blijft mijn papiertje in ieder geval al liggen. En mijn stencil misschien ook al wel een beetje. Hij plakt niet meer zo heel erg goed. Maar... Nou, dan doe ik een beetje op het oog dat hij ongeveer een beetje in het midden zit. Plak ik de rest even af. Want ik wil dat de buitenrand echt helemaal wit blijft. En dan heb ik uitgezocht Mermaid Lagoon. Kijk, dan werk ik eigenlijk een beetje wel in beeld. Een beetje omhoog. Zo. Ja, die tape die heb ik een keer ooit. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik eraan kom. Volgens mij is dat gewoon een soort masking tape of zo. Ik denk dat Marloes dat ook wel heeft. Kijk, en dan kan ik niet. Dan zorg ik ervoor dat de inkt nergens komt waar het niet hoort. En je kunt met dit stencil, dat is wel leuk trouwens om even te laten zien. Even wachten, zo. Dit losmaken. Die streepjes die kun je samen gebruiken. Nou had ik het al even uitgeprobeerd, maar dat was niet helemaal goed gelukt. Maar voor het idee is misschien wel leuk. Ik lag al in de oude papierbak. Ik moest even zoeken. Zo. Kijk, en dan zit hij toch redelijk recht in het midden. Mijn handen schoonmaken, anders dan. Kijk, maar je hebt dus ook stenciltje even schoonmaken. Die streepjes die passen in elkaar. En dat heb ik hier even uitgeprobeerd. Maar ik had hem net niet gelijk liggen. Dus als dit nou echt mooi gelijk had gelegen, dan was het goed geweest. Maar ik kan er misschien wel nog een kleine vierkant uit stansen. Dus dan heb je het, kun je het met twee verschillende kleuren doen. En je zou hem ook af kunnen plakken. Hè? Dus dan doe je per strookje kun je ook blenden als je dat met die tape doet. Maar dit is wel heel leuk. En dat doe je dan met deze twee. Nou, dan ga ik de peer in elkaar zetten. Kijk, het zijn echt hele mini armpjes en beentjes.
Even kijken, maar de strepen van de rechter zijn toch dunner? Nou, ze vallen over elkaar heen. Maar er zitten inderdaad verschillen in, ja. Kijk, het is bij de lichtroze, die zijn breder dan de donkerroze. En dan hou je aan elke kant, ja, het is net niet helemaal goed gegaan, maar dan hou je aan elke kant hou je nog een heel klein stukje wit over. Dus het geeft wel een heel leuk effect, alleen je moet het even goed uitlijnen. Zo, dan gaan we dit even in elkaar zetten. Zijn er vragen ondertussen? Is het allemaal duidelijk? Hebben jullie ook al kalijnspulletjes uit de nieuwste release? Ja, zegt Cindy. Wat heb je dan, Cindy? Maria nog niet. Ja, ze zijn echt lief, hè, die beentjes en die armpjes. Kijk, en hij heeft ook nog een steeltje. En ook nog blaadjes. Dus die ga ik eigenlijk ook nog eventjes kleurtje geven. Even kijken, de beken van Joselijne. Ja. Marije heeft keuzestress. Kijk, dan plak ik eerst de bril op, want dan weet ik waar de oogjes moeten. Anders plak ik eigenlijk de oogjes te dicht bij elkaar en dan past de bril niet meer. Zo. Even de lijmrestjes weghalen. Nou, dan heb je in die mini oogjes. Kijk, hier had ik dus beter tape achter kunnen doen. En dan kan ik de oogje kan ik precies in het midden van de bril plakken. En
Het is wel een beetje gepruts. Maar het komt goed. Ga ik daar een blaadje nog even een kleurtje geven. Nou, ik zie dat de dames al een beetje aan het linken zijn. Heel fijn. Mondje, zo. Doe ik die blaadjes nog even. Laat hem even dicht. Even denken, die kan ik aan de kant. Nou, het blaadje kan dan bij het steeltje. Zo, ik denk dat ik de grootste doe. Dat is wel leuk. Brilletjes erg wit, dus met glitter, Cindy. Dat is een glitterbril. Uit glitterkarton gedaan. Maar ik weet niet of je dat ziet. Dan heb je hem eigenlijk ook wel vrij snel in elkaar gezet. De peer. Nou, die kan dan hierop. Dan had ik ook al een achtergrondpapiertje, maar dan weet ik niet of ik dat leuk vind. Ik denk het niet. Nee, het is niet de goede kleur. Ga ik daar nog even zoeken naar iets anders. Even kijken hè, of ik iets... gemist heb. Nee, nog niet. En dan wilde ik dus inderdaad wat Anja al zei, iets doen met de toffe peer. Gefeliciteerd toffe peer wilde ik doen. Dan pak ik even de verzoek of had ik ze nog liggen. Het is een beetje een troep. Ah, hier. De tekststrips van Kalei, die zijn al van een, die zijn al wat ouder, maar die gebruik ik voor die tekstjes best vaak. Dan ben ik mijn stempels weer kwijt. Even kijken hoor. Hier, ja. Kijk, want hier zit dus toffe. En dan heb ik de oxide stempelinkt. Ja, die is in één keer goed.
En dan heb ik uit de Hoera set. Die is ook al wat ouder. Maar daar zit volgens mij, ja, er zit een gefeliciteerd. Oeh, er valt er een. Doe ik even nog een keertje. Zo is die beter. Beetje te hard gedrukt de eerste keer. Nou, laat ik heel even drogen. En dan ga ik even op zoek naar een ander achtergrondje. Kijken of ik iets kan vinden. Eigenlijk iets groens. Dit is te groen. Nee, misschien. Nee, het is net weer te groen. Denk ik. Ja, dat is beter. Ja, dat is deze. Die we even aan de kant. Pak even de Big Shot erbij. Verschuif zie ik. Zo, dan heb ik gewerkt. Nou, die moet nog even drogen. Dan maak ik eerst even de kaartbasis. Even kijken hoor. Ik zie dat er al druk linkjes gedeeld worden in de reactie. Nee, ik zie hem liggen, Astrid.
weet eigenlijk alleen niet waar die... Oh, die andere zit nog op het stempelblokje. Ja, ik wou zeggen, waar is die andere maar. Maar ik heb hem in de gaten. Zo, dan is dit vast klaar. Even kijken, dan heb ik hier die malletjes dus. En die passen dan precies over die tekstjes heen. Ik haal hem heel even naar me toe, anders zie ik het niet. Die kan denk ik ook wel een maatje kleiner. Nee, dat is net weer te klein. Dan moet ik wel deze pakken. Zo, die haal ik dan even door de Sidekick. Kijk, dan heb je zulke mooie stukjes papier. Dan krijg ik zo nooit zelf mooi geknipt. Dus die gebruik ik best vaak. Zo. Even kijken dan. Ik kan de achtergrond er alvast op.
Nou, een beetje op het oog. Zo even recht leggen. Volgens mij klopt het zo aardig. De peer erop. En dan ga ik even kijken waar we de tekst doen. En dan heb je best snel een kaartje klaar. Dan doe ik hier een beetje 3D tape onder. Zijn jullie er nog? Ik zie helemaal geen reacties. Staat die stil? Oh wacht, ja. Ik zie Astrid weer. Zo. Oh, je bent heel aandachtig aan het luisteren, Cindy, vandaag. Ik denk, wel is het toch stil, maar... Zo, nou, we moeten even kijken. Gefeliciteerd. Of ik kan ook doen. Toffe peer gefeliciteerd. Wacht, ik denk dat ik toffe peer gefeliciteerd doe. Nou, hier is de plak al af. Dan wil ik hem binnen de. En hij moet recht, zo. Toffe peer, gefeliciteerd. Nou. Hier mag hij wel een stukje erbuiten. Nou, dan heb je toch eigenlijk best snel een kaartje klaar, hè? Ja, ik had ook nog een feesthoedje, maar ik heb nou die steel al gedaan. Kijk, die had ik toevallig al uitgestanst ergens anders voor. Maar ja, deze denk ik niet. Of ik moet hem hier bovenop doen, maar dan zie je niet zo goed. Nou, ik laat het maar zo. En dan had ik nog iets anders bedacht met die... vierkantjes uit de slimline mal. Daar heb ik scrabble letters van gemaakt. Dus ik dacht, misschien kan ik daar ook nog iets mee doen. Dat ik eventjes een, deze even blend of zo. Het is nog best vroeg, hè? Dus dat kan nog wel. Even kijken. Nou, die heb ik toch al liggen. Ja,
die cijfertjes heb ik er zelf opgezet, ja, want ik had niet een klein stempeltje of zo. Dus ik heb ook even netjes de waarde opgezocht, of het klopt op internet. Volgens de foto's klopt het zo. Gewoon met zo'n fijnschrijver erbij gezet. Dus nou, daar kan ik hier ook nog wel even iets mee doen. Zo, leg ik het even terug zoals ik het bedacht had, anders weet ik het eigenlijk niet meer. Zo. Een beetje stoere kleuren, want even de kleurtjes erbij zoeken. Deze en deze. En deze. Nou, moet ik even kijken dat het een beetje van elkaar overloopt. Hè? Zo. Oh. Misschien kan ik het beter zo doen. Nee, dat is het beste, denk ik. Even kijken, ik zal alleen de hoera. Ja, nou ja. Hiep, hiep, hoera. Ik kijk daar ook al even. Zit ik een beetje buiten beeld, denk ik, of niet? Ja. Wacht, even een beetje omhoog gaan. Zo. Nou weet ik niet of het gaat blenden, maar daar komen we vanzelf achter. Nou, het gaat. En ja, buiten beeld, ja. Nou niet meer, hè? Als het goed is. Komt omdat deze mat wat hoger is dan mijn glazen plaat. Dus dan moet ik altijd een beetje opletten dat ik goed in beeld blijf.
Maar dat geeft niet, ga ik gewoon omhoog werken. Nou, op beeld ziet hij een beetje streperig eruit, maar in het echt valt het wel mee. Ik heb wel eens mooi geblend, maar ja, de letters die komen er dadelijk op. Een beetje spettertjes maken. Even drogen. Plak ik hier vast foamtapeje onder. Dan ga ik daar nog een paar tekstjes stempelen. Dat is misschien wel leuk. Misschien kan ik die dan nog erbij doen. Zo, dan leg ik deze even aan de kant. Even zoeken. Beetje een troep. Even kijken, wat had ik nou? Hiep, hiep, hoera. Die gefeliciteerd zit nog op een blokje. Die vind ik nog wel leuk om te gebruiken. Met de oxide. En in de gefeliciteerd set zitten ook nog wel leuke tekstjes. En dan nog een leuke dag gewenst. Even een ander blokje, anders past het niet. Heb je een vergrootglas? Ik zal het eigenlijk even van dichtbij laten zien, Cindy.
Wat is nog meer leuk? Even kijken hoor. Een jarige is ook nog leuk. Ik ga hem zo voor de camera houden, Cindy. Is het zo beter? Gefeliciteerd, een leuke dag gewenst en hey jarige. Die ga ik daar weer uitstansen met die fijne stansjes van Carlijn. Even kijken, deze is denk ik wel droog inmiddels. En als die niet helemaal droog is, dan is het ook niet erg. Zo. Even een beetje plek maken, want een beetje troep. Even kijken, was die nou 10 of 10,5? Nu weet ik niet meer. Volgens mij 10. Ja, die is 10. Dus dan mag die 10,5 ongeveer. Dan deze dadelijk op de kaart. Ik zie in één keer Leon 10 Borsato voorbij komen. Waar hebben jullie het over, dames? Ik zie het niet goed. Even kijken. Oh, Rad van Fortuin. Ja. Ja, bedoel je om de achterkant van de taper af te halen, Gerry?
Ja, ik heb helemaal geen nagels, dus ik moet het echt met een naald doen. Anders dan zit ik zo te prutsen. Even kijken of de inkt al droog is inmiddels. Dan kan ik die teksten weer even uitstansen. Ja. Waar zijn mijn... hier. Ik heb ook altijd nog ergens één naald binnen handbereik liggen, want ik ben hem best vaak kwijt. Even kijken, deze is denk ik net te klein. Deze ook. Die dan. Oh ja, Cindy, heb ik meer nagels dan jij. Nou, ik bijt ze ook niet of zo, maar ik hou ze gewoon zelf eigenlijk heel kort. Oh, de pick-up tool. Ja, die gebruik ik ook om bijvoorbeeld pailletjes of zo op te plakken of op te pakken en dan vast te plakken. Maar voor die tape gebruik ik altijd mijn naald. Ik moet deze even terug, anders ben ik hem daar kwijt. Nou, zal ik eens even kijken of ik het een beetje naar mijn zin kan krijgen op de kaart. Ik heb ze liggen. Ja, ik heb een oud CD-kastje van IKEA. Volgens mij is dat er helemaal niet meer. En dat heeft van die klepladers. Dus er zitten volgens mij 2, 4, 6, 8 laders in. En daar heb ik per merk eigenlijk een beetje mijn mallen uitgesorteerd. Dus ik heb dan zo'n insteekhoesje, daar doe ik ze dadelijk in. En dan liggen ze, ja, als de la ook staat, liggen ze plat. En anders dan zitten ze, liggen ze rechtop. Nee, het is geen schoenenkast, Cindy. Het is echt een cd-kast. Nou, doe ik hier ook nog eventjes een foamtapeje achter.
eerst had ik alles in mandjes zitten. Maar sinds een poosje heb ik geruild met mijn vriend van kamer. En die cd-kast die stond hier al tegen de muur aan geschroefd. Dus die moest eigenlijk blijven zitten. En toen kwam eigenlijk heel goed uit. Dus daar zitten nou al mijn mallen en stempels in. Even kijken. Daar komen ze weer, de letters. Nou, zo kan het ook. Met één hiep. Petra. Even kijken wat dat er kan. Dan ga ik eerst deze even vastzetten. Ben ik nog in beeld? Nee, zie ik. Nou, dus wel een beetje op het oog. Timmermans oog, zeggen we dan. Ja, ik zag het, ja. Ik heb hem al gauw goed in beeld gelegd. Deze nog. Nou, hier hoera, dan hebben we de jarige. Die kan ook hier. De jarige, hier hoera, gefeliciteerd. Dan mogen ze dan zelf een beetje uit. Vogelen. Hoe ze dat gaan lezen. Ik moet even een eindje opschuiven. En dan hebben we een leuke dag gewenst. Die doe ik denk ik dan hieronder.
Zo klopt het wel ongeveer. Beetje opschuiven nog. Even kijken, waar koop je die letters? Die zitten bij de Slimline Mal, Gerry, van Carlijn Design, de nieuwste. Deze. Oh, volgens mij verschuif ik jullie. Dit zijn de letters, Gerry. En daar heb ik dan Scrabble letters van gemaakt. Nee, ik dacht, ja, ik doe het toch maar zo. Anja. Eén Hiep en één Hoera. Nou, we plakken nog een beetje van die crystal confetti van de Stamp Market bij. Hier en daar. En dat ga ik daar dus wel met mijn pick-up tool doen. Hier nog een paar en hier aan de zijkant nog een paar. Die gaan we even terug. En dat is nu al super handig voor die kleine dingetjes. En dan pak ik weer mijn naald en dan haal ik hem met de naald van de pick-up tool af. Deze twee nog. Nou, dan is die klaar. En dan zal ik alles nog even neerleggen wat ik fabriek heb met een leuke nieuwe release. Even kijken, deze. En het toch papier. En het kaartje met de avocado's. Nog een kaart, nog een kaart. Nou, het is 9:15, Cindy, dus. Kijk, dat tape niet weg. Zo. En deze met de hartjes achtergrond, de liefde is. En de twee slimline kaarten. Dus ik hoop dat jullie een beetje ideetjes hebben gegeven met het nieuwe release. Zijn er nog vragen? Was het allemaal duidelijk? Ja, het is zeker gezellig, Cindy. Dat klopt.
Ik zal even scrollen of ik iets gemist heb. Volgens mij niet, hè? Geen vragen, dames. Ja, Lizzie, jij komt op het YouTube-kanaal van Doe het Ding. Dus dan kun je hem terugkijken. Nou, ik zie geen vragen verder, dus dan ga ik jullie... Het stempeltje ligt nog op de mat. Nee, toch? Volgens mij niet, hoor. Volgens mij heb ik net alles weggehaald. Maar ik ga nog goed kijken, Han. Dankjewel voor het meekijken. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Leuk was het vanavond. En dan wens ik jullie een heel fijn weekend. Tot de volgende keer. Even kijken. Oh, de man met de hartjes zie ik nog, Yvonne. Dat is deze. Even zoeken. Snijmallen A6, achtergrondhartjes. Dus dan krijg je die buitenmal, krijg je. Met zo'n leuk stikrandje. En dan krijg je die hartjesmal. En ik heb hem dus uitgestanst en al die stukjes heb ik een kleurtje gegeven met distress inkt en teruggelegd in de mal. Maar je kunt, zou hem ook gewoon leeg kunnen, alleen de buitenrand kunnen gebruiken. Heb ik jouw vraag beantwoord, Yvonne, zo? Ja, thanks. Zie ik. Oké, nou dames, dankjewel en tot de volgende keer.